We zijn bij het slachthuis T. Boer & Zoon in Nieuwerkerk aan den IJssel. En bij deze plek worden dagelijks ongeveer 1600 kalfjes geslacht. Achter mij zien jullie het slachthuis. En dan zien jullie ook een groep activisten. Wij staan hier dus met borden, met teksten en foto's erop om mensen bewust te maken van het feit dat dieren individuen zijn, dat ze lijden en dat ze willen leven. We zijn hier nu bij de eerste waken bij het slachthuis hier in Nieuwekerk aan de IJssel, waar zo'n 1600 kalfjes per dag worden geslacht, 8000 per week. We willen natuurlijk, zoals bij elke safe, willen we een gezicht geven aan dat grote getal, dat enorme getal. Maar helaas mogen we niet op het terrein, hebben we geen toegang, geen samenwerking met het slachthuis op dit moment. Wij laten natuurlijk zien dat wij super vreedzaam zijn. Hier staat het toch met het dorpje een beetje wachten. Zolang je een beetje afstand houdt, dan blijft het gewoon 1600 kalfjes. Nee, maar als je ze ziet, dan merk je dat humeur, karakter en dan worden het toch ineens individuen. En dat is voor heel veel mensen gewoon heel confronterend. Bonen. We kunnen echt heel lekker eten met onze Nederlandse boeren. Super trots.